Goedemiddag, welkom bij het webinar van Hilti Nederland. Het onderwerp van vanmiddag is standaardisatie van schoortoepassingen in de bouw. In de komende 30 minuten zullen wij u laten zien op welke manier Hilti kan bijdragen om het proces rond schoorverankeringen in de woningbouw op een veiliger niveau te brengen. Mijn naam is Niels Arends en ik ben sinds 2001 werkzaam bij Hilti Nederland als technisch adviseur op het gebied van bevestigingsmiddelen in de bouw. Tegenover mij zit Anne Gerbrands. Zij is bij ons werkzaam op de afdeling Technical Marketing en doet onze Engineering Backoffice beantwoordt de technische binnenkomende vragen die via de mail binnenkomen. Samen hopen wij u een leerzame middag te bezorgen. Eerst eventjes korte uitleg over het GoToWebinar interface. Als het goed is, heeft u aan de rechterzijde een rode pijl of een control panel zichtbaar. Met het rode pijltje kunt u dat laten verdwijnen of laten verschijnen. U kunt niet met mij praten, geen vocale interactie, maar als u een vraag of een commentaar heeft, kan dat in het questions veld worden gedaan. En ik zal dat ook gebruiken voor een af en toe, in ieder geval één of twee keer wil ik jullie een vraag stellen tijdens dit webinar. En kunnen jullie het antwoord in het questions veld intypen, anders ziet het dan verschijnen en die kan mij daar feedback over geven. We gaan kijken hoe dat werkt. Oké, dan gaan we beginnen. Allereerst gaan we het eens hebben over hoe het staat met de veiligheid in de bouw. Volgens onlangs gepubliceerde rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over de toedracht van de instorting van de parkeergarage op Eindhoven Airport laat de bouwsector op veel fronten nogal wat steken vallen als het gaat om de constructieve veiligheid. Veiligheidsrisico's worden niet beheerst, we leren niet of onvoldoende van fouten uit het verleden en beschouwen ieder project en ieder incident als een uniek geval. De raad stelt dat de sector zijn verantwoordelijkheid moet nemen om een verbeterslag te maken. En nou heb ik een vraag aan u. Herkent u uw bedrijf of herkent u de sector in deze conclusies? Ga gewoon een kort ja of nee in het questionsveld, leek mij je. Ik zie inderdaad al mensen die zeggen dat ze dit herkennen. Dus de Onderzoeksraad voor de Veiligheid die staat niet helemaal alleen met zijn conclusies. Kennelijk hebben ze dingen gezien die daadwerkelijk kloppen. Dat is mooi om te weten. Dat betekent ook dat er werk aan de winkel is voor ons. Maar behalve dat er werk aan de winkel is op het gebied van constructieve veiligheid, moet ook de productiviteit van de bouw moet omhoog. Want we moeten sneller en meer gaan bouwen. We hebben op dit moment al een statistisch woningtekort van 200.000 woningen. Dus er zijn 200.000 minder woningen dan de mensen zijn die een woning zoeken. En dat aantal groeit eigenlijk alleen maar omdat er meer mensen, meer huishoudens bijkomen op dit moment dan dat we huizen bouwen. En het woningtekort zal nog oplopen in de komende jaren tot 235.000 woningen. En om dat tot een acceptabel aantal te laten afnemen in de komende 5 jaar, zouden er 85.000 woningen gebouwd moeten worden. Terwijl we nu ergens tussen de 55.000 en de 60.000 blijven steken van woningen die daadwerkelijk gebouwd worden. Dus dat moet nog behoorlijk omhoog. Het gaat niet lukken als we elk project als een uniek en eenmalig geval beschouwen. We zien dan ook al steeds meer aannemers die een concept hebben ontwikkeld waarbij een grote mate van standaardisatie is doorgevoerd. Het plaatsen van een complete woningcasco wind- en waterdicht in één dag, dat is iets waar we 10 jaar geleden nog niet van durfden te dromen, wat we nu al steeds meer zien verschijnen op de bouw. Het is bij een versnelling als die is het eigenlijk altijd wel een uitdaging om de kwaliteit en de veiligheid te waarborgen. En een van de grootste veiligheidsrisico's tijdens het bouwproces is het schoren van de wanden. Waarom schoren we wanden? Lijkt een domme vraag. Omdat ze anders omvallen. En waarom willen we niet dat wanden omvallen? Dat lijkt normaal een domme vraag. Maar laten we die toch eens beantwoorden. Ten eerste moeten we wanden rechtop zetten voor de stabiliteit en de pasvorm van het woningskelet. Maar omvallende wanden zorgen ook voor een onaanvaardbaar risico op dodelijk ongeval en zwaar lichamelijk letsel. En daarnaast nog de nodige schade uiteraard. Toch gebeurt het nog te vaak dat ongelukken en bijna ongelukken gebeuren op de bouw doordat het afschoren van de wanden niet op de juiste manier is gebeurd. En dat niet op de juiste manier kunnen we onderverdelen in verkeerde ankerkeuze, dat ik even een ontwerpfout noem, en verkeerde plaatsing. Er staan hier van
In het stuk van de Aboma staan vier verschillende oorzaken die allemaal plaatsingsgevolgen zijn. Wat eigenlijk uitvoeringsfouten genoemd zouden kunnen worden. Het zou natuurlijk mooi zijn als we deze fouten zoveel mogelijk zouden kunnen vermijden. Daarvoor moeten we de menselijke factor zoveel mogelijk beperken. Want fouten maken is altijd mensenwerk. Voor het uitsluiten van ontwerpfouten, de verkeerde ankerkeuze dus, ligt de sleutel in het standaardiseren van het scoreplan. Anders lukt het nooit om in één dag een compleet woningcasco neer te zetten. Hoewel de woningcomponenten hierbij in verre mate zijn gestandardiseerd of in ieder geval gemodulariseerd, is het schoren daarbij in veel gevallen achtergebleven. Er wordt de bouw besloten waarmee wordt geschoord. De keuze wordt vaak gemaakt door wat er nog in de keet ligt of welke vertegenwoordiger er toevallig langskomt enzovoort. Maar waarom zou je voor elke bouw het wiel opnieuw qua schoorverankering uitvinden als je huizen bouwt die er iedere keer ongeveer hetzelfde uitzien? Het mooiste is het natuurlijk als de schoren inclusief de ankers in een BIM-model worden meegenomen. En dat is ook iets wat we graag voor u willen verzorgen. Maar in ieder geval de aanpak standaardiseren van het schorenverhaal is al een hele belangrijke stap voorwaarts. Met uw vaste huisconstructeur kunnen we kijken binnen welke randvoorwaarden wordt gevarieerd op de bouw en welke vloersystemen worden toegepast, welke wandafmetingen, waar in Nederland de bouw plaatsvindt enzovoort. En wat is de range van schoorbelastingen die daarbij hoort? Dat zijn de belangrijkste inputvariabelen voor de keuze van het schooranker. Verder kunnen we bij de keuze van het anker er ook voor zorgen dat fouten op de uitvoering worden geminimaliseerd. Hiervoor is TLT het SafeSet concept ontwikkeld. De ankers die onder de SafeSet-vlag vallen, hebben de eigenschap dat de menselijke factor in het plaatsingsproces zoveel mogelijk wordt uitgesloten en een minimale invloed heeft op de plaatsingskwaliteit. Ik zal een aantal voorbeelden hiervan de revue laten passeren die niet noodzakelijkerwijs allemaal schoorankers zijn. Zo hebben we voor de chemische ankers bijvoorbeeld ankers ontwikkeld waarbij de gaten niet meer hoeven worden schoongemaakt. Het schoonmaken van de gaten is tenslotte altijd de meest cruciale stap waar dingen bij fout gaan en waar de kwaliteit van de verlijming mee wordt benadeeld. En dat kunnen we oplossen door een boorsysteem te introduceren waarbij de stof gelijk aan de kop wordt afgezogen. Een ander lijmsysteem, het HIT-Z lijmsysteem. Is een systeem waarbij stof helemaal geen invloed meer heeft op de capaciteit van de verankering, of stof nou in het gat zit of niet. De speciale vorm van ankerstang maakt dat de anker zichzelf eigenlijk vastklemt zodra een ankerstang wordt getrokken. Wat je dus doet door het anker al aan te draaien op het moment bij de montage. Bij spreidankers is aandraaien op het moment bepalend voor de sterkte van de verankering. Vandaar de officiële benaming momentgecontroleerde spreidankers. Maar een momentsleutel is helaas vaak ver te zoeken op de bouwplaats. Onder de SafeSet-richtlijn hebben we een speciale HZL-breukopanker ontwikkeld. Dat niet alleen duidelijk laat zien dat hij op het moment is aangedraaid, dan is de rode kop eraf. Maar ook of die naderhand opnieuw is losgedraaid. Dan zijn de groene clips op de ankerkop namelijk verbroken. Daarnaast hebben we ook voor het HST-anker, het standaard segmentanker, de mogelijkheid dit op het moment aan te draaien met een slagmoersleutel. Deze stopt automatisch op het juiste moment en maakt een rapport van de bijgehouden geslaagde en mislukte plaatsingen van het anker. Hiermee is ook achteraf aantoonbaar te maken dat alle ankers correct zijn geplaatst. Maar nu terug naar het schorenverhaal. Een andere maatregel dan alleen het kiezen van het juiste anker is het reduceren van het aantal verschillende ankers dat gebruikt dient te worden voor het schoren. Hoe minder ankertypes je gebruikt, hoe eenvoudiger de plaatsing is en hoe kleiner de kans op fouten in de uitvoering. En dat brengt ons bij het volgende onderwerp, het schooradvies zelf. Voor de keuze van de schoorankers is het type van de ondergrond de eerste selectiestap. In een seriematige woningbouw zien we veel gebruikmaking van ribcassettevloeren en of geïsoleerde kanaalplaten voor de begane grond en gewone kanaalplaten of leidingvloeren op de verdiepingen. Maar ook breedplaten met in situ gestorte druklagen komen voor. Wanden zijn vaak prefabbetonelementen met vooraf ingestorte schoorankerpunten en ook wanden opgebouwd uit kalkzandsteen zien we terugkomen. In de volgende slide zal ik u laten zien dat we maar met twee type ankers alle schoortoepassingen in de woningbouw kunnen bedienen. Dat zijn het HZL3 M10 PAX 85
anker, wat we kortweg Pax noemen, voor de gemak. En het HSL-3B M12 breukkopanker. Hier hebben we het HSL-3B M12 anker weer, wat we al eerder voorbij hebben zien komen. Al decennia lang het veiligste anker in de bouw. En vooral geliefd omdat je meteen kan zien of die goed geplaatst is of niet. Dit anker passen we toe in massieve en in het werk gestoorde vloeren. Dus ook op breedplaat. De vereiste is wel dat de beton een minimale druksterkte heeft bereikt van 10 newton per vierkante millimeter. En in de grafiek aan de rechterkant op het scherm, deze hier, muis, hier, deze. In deze grafiek kunt u zien hoe de sterkte van de verankering toeneemt bij toenemende druksterkte van het beton. De bovenste lijn hier, die rode, is degene die de capaciteit van het HSL-3M12 anker toe opgeeft. Wanneer de beton de vereiste druksterkte van 10 newton per vierkante kunt u ook een rijpheidsmeter in het beton meestorten die u daar de informatie over verstrekt. En stel dat je het anker toepast in massieve prefab vloerplaten, dan haal je de hoogste lasten. En ja, heel gunstig voor je schoortoepassing uiteraard. Voor schoor op kanaalplaten en op rib cassettevloer adviseren we het HSL-3 M10 Pax 85 veiligheidsanker. De letters PA hier in de aanduiding staan daarbij voor panel anchor, onze vertaling voor schoorvoetanker. En het X85 is de lengte van het anker, maal 85. Diameter en lengte van het anker, diameter en lengte, die zijn afgestemd op verankering in kanaalplaten en ribcassettevloeren. We gaan erbij vanuit dat het anker door de ondergrond heen gaat en zich vastklemt door te spreiden in de loze ruimte aan de achterkant van het beton. In kanaalplaatsvloeren is het niet altijd duidelijk te zien of je verankert in een kanaal of in een rib. En de verankering moet dus in staat zijn op elke willekeurige positie te kunnen verankeren. De zwakste plek is midden boven het kanaal, waar de bovenschil voor de woningbouw is dat een bovenschildikte van 30 tot 35 mm het dunst is. De ribcassettevloeren hebben typisch een schildikte van 50 mm en versterkt de dragende rib aan de zijkant. Even. Wat je hier dus in het plaatje ziet. Bij verankering in de spiegel is de dikte van 50 mm weliswaar een beperking in je ankerkeuze. Maar in de ribben zit wel massief beton, maar is de kans het grootste om wapening te treffen en die te beschadigen. En daarom is op uitdrukkelijk verzoek van de leveranciers van de ribcassettevloer is het onwenselijk om in die ribben te verankeren. En moeten we dus wel in de spiegel verankeren. Daarbij houden we dan ongeveer een hand lengte afstand aan vanaf de rand van de ribcassettevloer tot waar de schil zijn dunste positie heeft. Als je dat overslaat en in het rode gedeelte verankert, dan heb je dus de veiligste verankering. Mocht het nou voorkomen dat het anker in de wand ontbreekt of onbruikbaar is geworden doordat bijvoorbeeld het is volgelopen met mortel, dan kun je altijd nog hetzelfde anker in de wand bijboren als wat je ook in de vloer gebruikt. Dat maakt het wel zo makkelijk. Bouw je met kalkzandsteen, dan kan ook het Pax-anker worden gebruikt. Door trektesten die we hebben gedaan in kalkzandsteen van CS12 kwaliteit is aangetoond dat de uittrekwaarde ruimschoots boven de vereiste sterkte ligt die is gespecificeerd in het Caldiran schooradvies. Daarin staat dat de maximale schoorlast kan optreden van 3,2 kN. En met onze trektesten die we hebben gedaan op 18 april van dit jaar is gebleken dat het anker deze lasten met meer dan voldoende veiligheid kan weerstaan. Ook hier pas je dan weer hetzelfde anker in de vloer en in de wand toe, wat het geheel simpel maakt en de kans op fouten vermindert. Een compleet schooradvies is echter veel meer dan alleen het aanwijzen van het juiste ankertype. Een schooradvies is pas volledig wanneer het de combinatie maakt tussen de vloeren, de wanden, opgave van de schoorlasten door de constructeur en toetsing daarvan aan de technische data die wij voor de ankers ter beschikking hebben. De technische data wordt dan weer geaccordeerd door de constructeur
Verder hoort er een plaatsingsinstructie bij en een eventuele aantallen van schoolrankers per wand of schoolafstanden die aangehouden moeten worden. Hoe komt zo'n schooladvies dan in zijn geheel tot stand? Allereerst gaan we met u in gesprek over de randvoorwaarden waarbinnen het advies geldig moet zijn. En daarna vragen we de schoollast op bij uw constructeur en stellen we een schooladvies op. Dat laten we eerst weer controleren door de constructeur. En zodra het technisch inhoudelijk rond is, volgt een implementatiefase. Nou, dan zitten we inmiddels hier. Hier. Alle lagen van de onderneming die worden dan met dezelfde boodschap geïnformeerd over hoe het schoolrad er vanaf die dag uit gaat zien. En belangrijk is daarbij dat we commitment krijgen van de directie. Want dat bepaalt uiteindelijk het draagvlak dat ze binnen de uitvoeringsteams zullen krijgen. Op ieder bouwwerk gaan we dan vervolgens een toolboxpresentatie verzorgen om de montageteam scherp te houden op de uitvoeringsaspecten van de schoolverankering. En tenslotte is het schooladvies een levend document dat steeds tegen het licht zal worden gehouden tegen nieuwe ontwikkelingen en eventuele feedback die vanuit uitvoering of werkvoorbereiding komt. En dan kunnen we aan de hand van revisienummers updates uitgeven die vervolgens weer bij de aannemer in het systeem kan worden gedistribueerd. De volgende slides tonen dit proces eigenlijk nog een keer wat meer in detail. Het opstellen van het schooladvies is eigenlijk een van de engineering services die wij aanbieden. Het is een ontwerprichtlijn waarbij het grote merendeel van de voorkomende en bij standaard woningbouw is dat minstens 99% van de schoorverankeringen kan worden onderbouwd. Hier is al bijvoorbeeld een voorbeeld hoe zo'n schooladvies eruit kan zien. Een voorblad met een versienummer en een uitgiftedatum. En adviezen voor verschillende typen ondergrond. En daarbij achterliggende documentatie van technische gegevens en eventueel goedkeuringsdocumenten. En verder kunnen eventuele uitzonderingen en afwijkingen na advies van Hilti Engineering en de constructeur worden doorgevoerd. En ja, zoals ik net al zei, documentatie wordt dan volledig digitaal beschikbaar gesteld via het intranet of het systeem van de klant. In de implementatie gaan we zowel via presentaties op de kantoren als op de bouw gaan we dit aan de mensen uitleggen hoe ermee omgegaan moet worden en wat onze visie daarbij is, zodat iedereen op dezelfde manier erover denkt en op dezelfde manier ermee omgaat. Tot zover dan het behandelen van de standaard situaties. Daarnaast zal het ook best een keertje voorkomen dat u moet verankeren in een ondergrond die niet in de richtlijn staat. Met een belasting die bijvoorbeeld groter is dan we meteen anker aan kunnen. Noem maar op. Als voorbeeld heb ik hier, laat ik een kanaalplaat met een druklaag zien. Of, een beetje vloek in de kerk tegenwoordig, maar een bolleplaatvloer bijvoorbeeld. Wanneer u dat hebt, dan kunt u gebruik maken van ons advies op maat. We gaan even terug naar de slide die staat hieronder in het klein weergegeven van onze engineering services. En dan kom je in de derde service ontwerp en berekening, waarbij we een advies op maat kunnen geven op basis van de informatie die u ons aangeeft. Die informatie kunt u aanreiken via het invulformulier wat op de website staat. Hier onder het tabje engineering staat dan de link naar het engineering advies wat je aan kan vragen. Daar moet je dan een hoop informatie in opgeven, zoals schoorlasten, ondergrondcondities, eventuele tekening of schetsen. En dan krijgt u als het goed is via Anne binnen 48 uur een advies toegestuurd. Ten slotte kunnen we ook advies op maat verzorgen voor ankervraagstukken die niks met schoren te maken hebben. Zoals bijvoorbeeld een ankerplan voor het bevestigen van de gevelsluiting of een technisch advies ten aanzien van constructieve verankeringen. Van bijvoorbeeld hoeklijnen, balustrades of stekverlijmingen. Ook dit zijn dingen die je via het technische invulformulier op de website kunt invullen of via mail of fax. Of telefoon, fax, kunt indienen. Mijn collega Anne die zal ook hiervoor zorg dragen of een van haar collega's. Daarmee ben ik aan het einde gekomen van mijn presentatie. Ik vraag nu aan Anne of we nog vragen hebben binnengekregen waar we iets
Openbaar antwoord. Wanneer beoordeelt een constructeur of een druklaag constructief is, hoe een kanaal praten? Wanneer beoordeelt een constructeur of een druklaag constructief is? Dat is inderdaad een vraag die wij door de constructeur laten beoordelen. En dat zal waarschijnlijk zo zijn wanneer het een gewapende druklaag is op een kanaalplaat. Het is aan de constructeur om te oordelen of het constructief is of niet. Aan de andere kant heeft het voor de schoren niet zo heel grote invloed. Omdat we bij de verankering er altijd van uitgaan dat je moet verankeren in de kanaalplaat en niet in de druklaag. Omdat de druklaag niet constructief verbonden is aan de kanaalplaat. Misschien wel op schuif. Want dat is eigenlijk de functie van de druklaag. Dat die zijn schuifspanningen via schuifspanning één geheel vormt met de kanaalplaat. Maar op trek niet. Dus als je eraan trekt, dan de treklast van een schoor is al gauw 1 kN of 7, 8. Soms zelfs meer. En daarmee heb je ongeveer het gewicht van 3-4 vierkante meter druklaag te pakken. Dus je tilt eigenlijk gewoon lokaal de druklaag misschien wel op van de kanaalplaat. Dus er is wel hechting, maar geen mechanische verbinding tussen druklaag en kanaalplaat. Dus wij geven er altijd de voorkeur aan te verankeren in de kanaalplaat en niet in de druklaag. Dus we gaan met een iets langer anker door de druklaag verankeren in de kanaalplaat. Is het mogelijk om de presentatie ook in PDF te krijgen? Ja, dat is zeker mogelijk. Ik denk dat we voor degenen die dat willen, of van alle participanten, achteraf een PDF-versie van de presentatie kunnen doorsturen. Dat waren de vragen. Dan zijn we klaar met de presentatie. Dank jullie allemaal voor de aandacht. En dan zou ik zeggen tot de volgende keer. Ik kan eventueel nog reclame maken voor de lezing die mijn collega Marjan Pols op de Betondag zal gaan geven over het versterken van bollenplaatvloeren. Ook een onderwerp wat de bouw de afgelopen tijd bezig heeft gehouden. En dan zie ik u daar ook persoonlijk volgende week graag tegemoet.